ben Jabi van Lightsplash en vandaag ga ik met jullie hebben over de pasteltrend. En het is een trend die vorig jaar ook al best wel populair was, maar dit jaar nog steeds terugkomt. Want ze beginnen ook in de winkels te komen en ja, het is gewoon ook een hele leuke trend voor de lente en zomer. Pastelkleuren zijn echt van die hele lichte kleuren. Weet je zoiets? Beetje van die babykleuren of zoiets. Dit is een macaron. En... nou ja, dit is wel een beetje een donkere pastelkleur. Maar hij is wel heel lekker. Kijk dan. Mooi van binnen. Ik krijg nu toch geen honger van mij. Hij is echt... Er zit nu niks tussen mijn tanden, toch? Het zal wel heel awkward zijn. Oké, nou ja. Laten we verder gaan. Niet meer over de macaron praten. Nou ja, je hebt ze dus ook een beetje in de lente zelf, zoals bij de bloemen. En het zijn echt van die lentekleuren, die je dan ook gewoon heel veel buiten ziet. Ik ga je gewoon wat inspiratie geven en manieren hoe je het kan combineren en wat pastel-items. Waar ik zelf heel erg fan van ben, is pastel met pastel combineren. Dus twee zachte kleuren met elkaar combineren. En zie in deze outfit, ik heb een pastelroze met een pastelblauwe broek gecombineerd. En hierbij heb ik juist een soort beige-achtig, beetje pastelgeel gecombineerd met dat broekje met allemaal pastelkleuren. Je zag net ook in het filmpje dat hij echt allemaal verschillende pastelkleurtjes heeft met een bloemenprintje. En oké, hier ben ik random aan het dansen. Kan gewoon. Bij deze outfit draag ik een leren jekje met pastel. Doordat leren jekje juist heel stoer is en pastel juist heel erg lief, geeft het wel een contrast en daar hou ik wel van. En sowieso zwart, ja, zwart past bij bijna alles. En ook bij pastel. Naast de kleren hebben we natuurlijk ook nog sieraden in pastelkleuren. Hier draag ik hele mooie pasteloorbellen van de New Look. Maar dit zijn niet mijn enige mooie pasteloorbellen. Deze vind ik eigenlijk nog mooier. En bij deze auto draag ik ook een pastelrokje met een grijze trui. Vind ik trouwens ook een leuke combinatie. En hier zien jullie weer dat ene broekje met die pastelkleurige bloemetjes. En hierbij draag ik een vestje met echt een vrolijke kleur. Ik vind het zelf een hele mooie kleur. En ik vind het een beetje in dezelfde kleurfamilie van de pastelkleuren in het broekje zitten. Ik doe er nog een ketting bij om het af te maken. Dat is mijn outfit. Ja, dit is een beetje hoe ik het zelf doe. Maar je bent vrij om het op een hele andere manier te doen. En het is alleen puur ter inspiratie, zodat je er een beetje mee kan experimenteren en kijken wat het best bij jou past. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat een reactie achter wat jij van deze trend vindt. En wat voor video jullie volgende keer willen zien. Vergeet geen duimpje omhoog te doen, te abonneren. En dan zie ik jullie volgende week dinsdag weer. Als je meer filmpjes van mij wil zien of meer fashion filmpjes, kan je naar mijn persoonlijke kanaal toe, Lightsplash. In de beschrijving zal ook nog wel een linkje staan. En hierna kan je ook op het beeld gaan klikken als je dat wil zien. Doei!